graven. Voorzitter, ik heb geen voorstel van orde, ik heb een punt van orde. En een punt van orde is dat hier gediscrimineerd wordt en mensen op grond van artikel 1 is dat verboden. Mensen een bepaald etiket wordt opgeplakt. En hele bevolkingsgroepen worden weggezet. En ik vind dat de voorzitter dat moet afkappen. Dit is in strijd met artikel 1 van de grondwet. Dank u wel. We zullen dit in het reglement van orde bespreken. In het college van senioren nader bespreken. Mevrouw Faber, het woord is nu. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben hier ook nog de vrijheid van meningsuiting. Maar meneer Raven heeft daar volgens mij niet zoveel compassie mee. Maar goed, Nederlandse jongeren stellen het stichten van een gezin uit, terwijl duizenden migrantenmannen een woning toegewezen krijgen en zo in no time hun gezin over laten komen. Een migrantenkind van duizenden kilometers verderop is sneller herenigd met de familie dan een Nederlands kind dat slachtoffer is van de toeslagenaffaire. En dan zegt meneer Rutte ook nog dat hij zich diep schaamt, dat er tekort aan opvangplekken is. Hij zou zich juist kapot moeten schamen, omdat hij de eigen burgers laat stikken. Kennelijk maakt hij zich drukker over Syriërs, Afghanen, Jemenieten en veilige landers dan om de eigen bevolking. Je vraagt je dan af, voor wie zit dit kabinet hier eigenlijk? Graag een reactie van de minister-president. Voorzitter, het kabinet geeft aan niet alles te kunnen. En dat klopt. Je kan de problemen niet laten oplossen door hen die ze hebben veroorzaakt. Hebben wij een energiecrisis, dan verpiert dit kabinet ons gas aan het buitenland met geheime contracten en treuzelt het met kerncentrales. Hebben wij een asielcrisis, dan haalt dit kabinet nog meer gelukszoekers naar binnen. Dreigt er een voedselcrisis, dan onteigent dit kabinet de boeren en worden vruchtbare akkers omgezet in een zonneweide. Onder het mom van dat het slecht zou gaan met de natuur, fikt dit kabinet bossen af en plemt het land en de zee vol met windmolens. Even dacht ik dat het kwartje was gevallen en de bewindslieden de eer aan zichzelf hielden toen zij in de Tweede Kamer opstapten uit vak K. Echter, na enige tijd van reflectie keerde zij op haar schreden terug naar het heerlijke plush. Dan moeten wij hen zelf maar naar huis sturen en dat kan hier in deze Kamer. Maar of de plushlikkers de plushplakkers ervan af willen duwen is twijfelachtig. Voorzitter, ik rond af. Jaren geleden werd mij door de vorige Kamervoorzitter weten dat ik de islamitische massa-immigratie benoemde als de vijfde kolonne. De vijfde kolonne staat symbool voor verraad. En misschien had zij gelijk. Die vijfde kolonne is eigenlijk een symptoom. Een symptoom van 10 jaar Rutte's wanbeleid. Rutte die Nederland uitlevert aan internationale organisaties als de VN en de EU. Hij zit te smoezen met het WEF. Rutte die ons land maakt tot de pinautomaat van de wereld. Rutte die ons land laat uitwonen door honderdduizenden gelukszoekers. Rutte die gaaf Nederland transformeert naar de ruïnes van Rutte. Voorzitter, dan vraag je je af, zit de vijfde kolonne dan niet eigenlijk achter de regeringstafel? Ja, nu gaat u kan de minister-president... Nee. Nu te ver, mevrouw Faber. Ik... Ik stel u in de gelegenheid om de woorden die u heeft zojuist heeft uitgesproken, om die terug te nemen. En ik wil graag uw reactie daarop. Voorzitter, ik wil... U krijgt straks het woord als u een voorstel van orde heeft. Ik constateer dat u zwaar beledigende taal heeft gebruikt in de richting van onze gasten hier. Mijn reactie. Nee, daar is geen beroepsmogelijkheid in het reglement van orde. Dat is zo omdat ik het vind. Dus ik stel u in de gelegenheid om die woorden die tot de waarschuwing aanleiding hebben gegeven terug te nemen. Wat is de open reactie? Voorzitter, ik... Alexander, ik ga even een momentje. Ja, sorry meneer Van Hattem. U hoeft alleen maar te zeggen of u ze wel of niet terugneemt. Nou, volgens mij zijn we hier altijd wat genuanceerd. Het wordt mij altijd verweten dat ik niet genuanceerd ben. En nu wil ik dus een antwoord geven. Ik ga u toch het woord even ontnemen. Nee, we zijn nu bij artikel 94 lid 2 van het reglement van orde. U heeft beledigende uitdrukkingen gebezigd in de richting van onze gasten hier, het kabinet. En ik stel u in de gelegenheid om die woorden die tot de waarschuwing aanleiding hebben gegeven terug te nemen. Ik wil graag weten of u dat doet of u dat niet doet. Doet u het weer? Ja. Ik stel een vraag. En ik weet, in het land is een vraag stellen gevaarlijk. Want voordat je het weet sta je bij de rechter voor het hekje. Dat is met meneer Wilders ook gebeurd toen hij vroeg of er meer of minder Marokkanen wilden. En nu vraag ik aan de minister-president of hij zich kan voorstellen dat het Nederlandse volk zich verraden voelt. Het is een vraag. Ik zeg niet dat hij dat heeft gedaan. Ik vraag het. Het is een vraag. U heeft het bij herhalingen gehad over de minister-president alleen bij zijn achternaam. U heeft het over vijfde kolonnes. U heeft het over allerlei dingen die ik niet kan tolereren ten opzichte van onze gasten. En ik zie ook in de zaal steun daarvoor.
Ik heb u de gelegenheid gegeven om de woorden terug te nemen. Ik heb dat bij herhaling gedaan. Ik constateer artikel 400 lid 3 dat u daar geen gebruik van maakt. Dat u ook voortgaat om te handelen op de wijze zoals ik heb omschreven. En daarom ontneem ik u nu het woord voor de rest van dit debat.